Nou. Hier komen we in mijn nieuwe appartement. Het is net donker geworden. Dus we hebben dus het lampje aangedaan. Hier kan ik net het buitenuitzicht zien. We zullen eens even naar de keuken lopen. Daar moet nog veel veranderd worden. Ik ben de eerste van dit model die opgeleverd wordt. Dit is achterstevoren gezet, dus dat wordt afgebroken. En omgekeerd, jammer. Hier moet nog een deur ingezet worden, dit is de wasruimte. Met de maidsroom. Nou, het ziet er allemaal erg royaal uit. Dit is de wc. Sociaal. En hier gaan wij naar het halletje. Dan zullen we eens kijken. Hier hebben wij een andere kamer. Overal waar je uit het raam kijkt, zie je water. Hoppakee. Dit is de grotere tweede slaapkamer. Ik laat morgen nog twee lampen bijzetten. Er zitten er twee in. Dat vind ik te weinig. Dus ik laat er vier in zetten. Twee erbij. De andere kamer ook. En ik zal u zo duidelijk laten zien waarom. Dan komen we in de slaapkamer. Principaal. Daar komen we in een soort open badkamer. Hey. En daar zien wij de douche openstaan. Het glas tot boven toe, gezandstraald. In de open ruime douche zit ook een afgesloten wc. Dus nergens geen deuren te veel. Overal glas aan de zijkant. Dus bij de gordijnenboer kom je aan de beurt, de airco hangt hier. Hier zitten vier lampen, en dat is veel beter verdeeld. Kijk maar naar de vloer, dat is veel mooier om te zien. Nou, één mat is allemaal kastenwand, de rest is allemaal glas. Dit is de lage open muur waar het bed tegenaan komt. Ook stopcontacten om laten liggen. Hier komen alle fouten naar boven in dit appartement. Nou, dan komen we hier op het balkon. We kijken linksaf. Oh, wat een leuk balkonnetje. Nou, dan gaan we eens naar het einde toe. Dan kijken we over de werkhaven. Dit is de luxe haven. Dat is Boca Grande. Het begint nu avond te worden, zoals je ziet. En dit is het terras. Dus het terras is ongelooflijk groot. Het is echt zo, praat je over 14 meter breed bij 3,5 geloof ik. Nou, dit was het voor nu.